U bent met een klein rondje meegelopen met de buurtprovincie Schelvorst. Wat vond u ervan? Nou, indrukwekkend. Het is in de eerste plaats ontzettend mooi dat mensen uit de wijk de Schelvorst zelf dit initiatief genomen hebben en gezegd hebben, joh, wij willen ogen en oren zijn voor onszelf, voor de wijk, ook voor de politie, maar ook voor de gemeente als we dingen tegenkomen die verbetering kunnen behoeven. En ja, het is mooi om dan ook de ervaringen van zo'n eerste half jaar dat men actief geweest is, eens een keer te horen. Nou, het is een donkere avond vanavond, dus het is natuurlijk een avond bij uitstek om ook goed eens eventjes door zo'n wijk te kijken. Naar verdachte situaties of dingen die van belang zijn. En ja, ik ben eigenlijk wel heel erg trots op het feit dat dat in deze stad en in deze wijk gebeurt. U bent de man van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Maar ik kan me aan de andere kant ook voorstellen dat u het fijn zou vinden wanneer zo'n buurtpreventie over alle wijken uitgerold zou kunnen worden. En dat u daar toch een sturende taak in zou kunnen vervullen. Nou ja, kijk, ja, iedereen heeft zelf een verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid. Dat spreekt voor zich. Zo is dit land ook vormgegeven. Maar het is natuurlijk ook een hele belangrijke taak van de overheid en van de gemeenschap zelf ook. Hè, om ja, voor collectieve veiligheid te zorgen. En dat doen we in Nederland door politie en brandweer en recherche. Maar ook vooral door zelfwerkzaamheid van mensen te stimuleren en ook mensen daarbij te helpen. Ja, dus het gemeentebestuur ondersteunt dit soort initiatieven van harte. Dat doen we materiële, met de uitrusting, met de cursussen die ze nodig zouden hebben. En misschien zelfs wel met meer. Als dit nou successen zijn en we blijken in een situatie te komen dat er meer nodig is om die buurtpreventieteams in werk te kunnen laten doen, nou, dan moeten we daarbij ook klaarstaan. Misschien is het iets dat u door kunt geven aan de wijkwethouders. Ja, nou, de wijkwethouders in het gemeentebestuur die zijn natuurlijk heel erg alert ook op de wijk die hun is toebedeeld. Hè, waar ze ja, de eerste zorg voor hebben. Wethouder van Rees, de wijkwethouder voor de Schelvorst, was er vanavond anders ook bij geweest. Had andere verplichtingen, maar komt uiteraard ook graag een keer kijken. Veel belang ook bij dit project. Ja, en eigenlijk in de breedte van het college leven we wel bij het idee dat dit soort particuliere initiatieven van belang zijn. Nou, buurtpreventie Schelvorst is een initiatief van alle vrijwilligers die gewoon rondlopen in de wijk. En die kijken dus naar gevaarlijke dingen, poging tot inbraak. Hebben de mensen de groene bakken of de grijze bakken niet op een stuk staan waar de inbrekers dus toegang hebben tot de achterkant. We kijken naar de jeugd, praatje maken met de jeugd. We proberen ook een dag een keer te plannen om met de jeugd wat gezelligs te gaan doen. Ja, eigenlijk een beetje van alles, dus dat mensen hier wel een beetje veilig rond kunnen lopen. Wat doen jullie met jullie waarnemingen? Alles gaat door naar de politie. En alles wat we zien, wat we horen, gaat allemaal naar de politie. We hebben heel veel contact met de politie. Korte lijntjes, ook met de gemeente. Dus dat zit allemaal wel redelijk goed. Wanneer is de situatie verontrustend? Als wij dus rondlopen en we zien iemand in een zwarte kleding wegrennen. Ja, dan gaat er toch wel even wat door je heen. Wat doet u dan? Nou, dan gaan we wel even de politie bellen. Dan is het niet via de app of wat dan ook, maar dan is het gewoon 112. Hoe lang bestaan jullie? We zijn in augustus officieel begonnen. Als mensen zich geroepen voelen, graag meld je aan bij ons. En zorg gewoon dat je gewoon in een gezellige groep komt. En het is gewoon één keer of twee keer in de week kun je lopen. Of twee keer in de maand, of wanneer het jezelf uitkomt. Gewoon lekker buiten wandelen. Wel overal op letten. Er worden cursussen gevraagd voor ons, die wij kunnen volgen. Er komt nog een EHBO-cursus aan. Dus ja, op zich gaat het wel redelijk goed.